Dag allemaal, welkom alweer voor de derde keer bij Inzoomen met Geert. De vraag aan Geert als eerste is maar, denkt de UvA ook na over zo'n soort exit-strategie, hoe je weer langzaam zou kunnen beginnen? Ja, we zijn heel erg eigenlijk al een paar weken bezig om verschillende scenario's te verkennen. En we houden ook daarbij, en dat gaf ik vorige week ook aan, heel nadrukkelijk verschillende opties open. Want terugkeer van de fysieke situatie kan waarschijnlijk sneller voor practica, voor kleine groepen, dan voor grootschalige colleges. Wat kan, dat doen we. Ook al na 1 juni. En ook daarbij denk ik, als je de woorden in de mond neemt over een exit-strategie, nu ook heel goed nadenken wat de lessons learned zijn, hè, met elkaar. Wat leren we nou eigenlijk de afgelopen periode van digitaal onderwijs? Zodat we ook toch nu door nood gedwongen ons voordeel kunnen doen met de afgelopen periode. Ja, een andere term die valt is de 1,5 meter maatschappij. Praten jullie daar in het crisisteam ook wel eens over? Als ik het heb over practica of kleine werkgroepen of mogelijk scriptiebegeleiding die je op een gegeven moment toch weer liever face-to-face gaat doen. Weet je, dat kunnen we organiseren met de nodige afstand. Als het om grote hoorcolleges gaat, is dat veel ingewikkelder. Maar dat is eigenlijk ook bij uitstek de onderwijsvorm die goed online kan. Een ander onderwerp dat van de week bij ons in ieder geval voorbij kwam, is de democratie op de UvA. En daarmee bedoel ik onder meer de studentenraadverkiezingen. Maak je daar zorgen over? Het is natuurlijk heel lastig voor een partij om nu kandidaten te werven voor volgend jaar. Voor sterke medezeggenschap is een hoge opkomst en stevige kandidaten echt heel nodig. Dus we hebben wel bedacht dat we een aantal extra dingen wij vanuit het bestuur nu de komende maanden kunnen doen om te helpen. In plaats van flyers gaan we een digitale verkiezingskrant magazine maken. Die extra mails to all voor studenten om ze te attenderen op de verkiezingen. Meer aandacht op social media. Oproepen via Canvas. Ja, nou ja, dit is een voorbeeld van inderdaad hoe je toch flexibel probeert dingen op te lossen. We zijn bij Folia ook nog bezig met een stuk over de ICT-afdeling. En daar horen we niet zoveel over. Maar ik neem aan dat jullie in het crisisteam daar wel veel contact mee hebben. Ze zijn daar echt dag en nacht aan het werk, hè, om de boel draaiende te houden. Er wordt echt keihard gewerkt. Er speelt ook heel veel. Issues over de VPN. Er is de afgelopen 2 weken heel veel aandacht geweest voor privacy. Zoom, veilig gebruik daarvan. We weten van 2 incidenten die met Zoom hebben plaatsgevonden, dat zeg maar niet studenten in het virtuele klaslokaal zijn gekomen. Dus er is nu gekeken hoe ook instellingen bij Zoom goed aangepast kunnen worden om die veiligheid te garanderen, want die is absoluut belangrijk. Ook niet vergeten dat gelukkig heel veel sessies, want we hadden de 1800 hè, de afgelopen week, prima gegaan zijn. Maar desondanks, veiligheid is cruciaal. Wat zou jij mensen willen meegeven om in het paasweekend vooral te doen? Ik denk, gebruik die nou alsjeblieft om bij te denken. Ga naar buiten, volgens mij wordt het prachtig weer, dus zoek de zon op. Nou, heel veel plezier daarbij ook. En veel rust toegewenst. En iedereen ook, hè, dat hebben we al een paar keer gezegd, veel gezondheid en voorzichtigheid toegewenst. Dankjewel weer, Geert, dat je ook deze week met ons wilde praten. Dank. Goeie dagen al dan voor straks. Dag. Dankjewel.